Dan gaan we nu de tekst animeren. Ik zet de cursor de tijd eventjes wat ervoor en ik zoom een klein beetje in. Zo, dit is misschien wel iets te veel. En we gaan de tekst animeren. We gaan daarvoor werken met maskers. En we gaan zowel de tekst als het masker animeren. En het masker kan je op een tekst plaatsen als je eerst de tekst aanwijst. En dat heb ik nu gedaan. En vervolgens het maskergereedschap neem. En daar een masker overheen zet. En zo'n masker, dat kan je hier zo beetpakken. Het aanwijsgereedschap pak. En dan zie je ook meteen wat een masker is. Hè. Je kunt ook gewoon een klein stukje van die tekst zo laten zien. Oké. We gaan het laten lijken alsof die tekst uit een denkbeeldige lijn komt. En daarvoor gaan we, moeten we heel precies gaan werken. En daar hebben we dus een hulplijn voor nodig. En dan gaan we een hulplijn invoeren. Eigenlijk gelijk aan andere Adobe programma's. En wij zeggen appeltje R. Dan komen er linealen tevoorschijn. En dan kun je uit een lineaal kun je een hulplijn halen. Dus ik zet die hulplijn bijvoorbeeld hier precies boven het masker. En als die echt heel mooi uit die lijn moet komen, kan ik dat masker natuurlijk ook heel precies zo hierboven plaatsen. En die hulplijn er zo precies tegenaan zo. En dan gaan we daarna maskers en hulplijn en de positie van het letter gaan we veranderen. Goed. Intussen dat het masker gekomen is, zie je hier beneden natuurlijk ook het masker komen. En daar zit er dan ook weer bijvoorbeeld een masker shape in en zo. Nou, dat gaan we nu even voor het gemak verbergen. Zo, masker verbergen. En we gaan naar de positie terug om die animatie te maken. Naar het eind van de animatie zit ongeveer hier vlak voordat de volgende letter begint. Dus dan druk ik bij de positie op het animatieknopje en we gaan terug naar het begin. En dan moet die letter dus verdwenen zijn, want hij komt tevoorschijn op het eind van de animatie. Ik ga nu de letter verplaatsen. En ik schuif hem daarvoor boven de hulplijn. Oké. En ik doe dat met het hele masker. Het hele masker staat nu boven de hulplijn. En de animatie is dat hij dus zo naar deze kant toe gaat. Goed. We gaan even naar het begin van de animatie. Daar is hij boven. We gaan nu naar het masker toe. Het masker gaat ook worden geanimeerd. Want als ik dat niet doe, krijg ik dus nu deze animatie. Dan komt hij gewoon naar binnen schuiven. Maar hij moet altijd wel uit een denkbeeldige lijn komen. Dus ik ga naar het begin van de animatie. Ik roep het masker op. Ga ook die animeren. Dus ik zet daar op de mask path het klokje aan. Ik ga terug naar positie om precies te weten te komen wanneer de animatie afgelopen is. Want het masker moet op dezelfde tijd dezelfde verplaatsing maken. Ik ga nu naar het masker toe en ik ga het masker ook animeren. Dus ik zet hier ook een half frame. En het eindpunt is wel goed, maar nu naar het beginpunt toe. En dan ga ik zeggen dat de bovenkant van het masker, dat is een scroll, dat is een neiging om te scrollen, maar ik moet het eventjes doen met het handje. Ik klik dubbel op het masker, zodat ik nu de afmeting, de bovenkant van het masker, hier zo op de onderkant kan zetten. Dan is hij dus helemaal weg. En als we dan naar het eind van de animatie toe gaan, zetten we even met het handje wat hoger, dan zien we dus de volgende animatie komen. Die Maar komt zo buiten beeld. Hier gaan we dat met Funny natuurlijk op dezelfde manier doen. Dus deze animatie is klaar. Dan kan dus eventueel dus het masker worden verborgen. We gaan hier de positie op dezelfde manier animeren.
Alleen de animatie komt niet uit een bovenlijn, maar uit de onderlijn. We gaan dus eerst maar weer het masker tekenen. En die is... bijvoorbeeld zo. Even de positie van het masker nog een beetje aanpassen. Ja, je zit helemaal erin. We gaan er weer een denkbeeldige lijn bij zetten waar die uit moet verschijnen. Die denkbeeldige lijn kan natuurlijk niet de basislijn zijn als je met stokken werkt. Maar hij moet echt aan de onderkant van het vlees zitten. Zo, op deze manier. Dan gaan we nu de positie animeren. Dus ik kies voor de P. En ik ga naar het eind van de animatie, die is ongeveer hier. We klikken op de positie. We gaan vervolgens naar het begin van de animatie. En we zetten Funny onder die lijn. Ik kan deze ook even op fit zetten. Handje werken. Zo. Funny moet net helemaal onder je lijn zijn. En dan ook wel precies het masker. Vervolgens naar het masker toe. Het pad aanzetten. Terug naar de positie om precies te vinden waar de tweede is. Dan weer terug naar het masker. Om daar de animatie te maken. En weer het eindpunt en dan moet die eigenlijk zo zijn. Dus die moet hier neergezet worden. Ga naar het beginpunt. En dan moet dus de funny zijn verdwenen. Zo, op deze manier. En lopen we dan de animatie zo langzaam maar zeker af. Dan kunnen we dat zien. We gaan eventjes previewen. Dus even RAM preview gebruiken. We zoomen daarvoor even een klein beetje uit. Zo. Dit is de RAM preview, ongeveer dit stuk. En kijken of dat een beetje werkt. We gaan dus de animatie wat dat betreft helemaal netjes voortzetten. We doen het met Valentine, waarbij Valentine weer van onder naar boven beweegt en naar Len naar beneden en Time misschien zelfs twee keer naar boven.